Wij zijn hier vandaag om de nieuwe bibliotheek in Alphen aan de Rijn te openen. Eerst hebben we een prachtige openingsceremonie voor burgemeester, wethouders, raadsleden en iedereen die hieraan bijgedragen heeft. En daarna opent de bibliotheek haar deuren voor het brede publiek en mogen mensen vanaf 2 uur middels een rondleiding hier kennis komen maken met het pand en met alles wat we hier gaan doen. Het lezen van boeken is nog steeds iets waar ik ontzettend van geniet. Die liefde die willen we ook graag overbrengen op alle generaties. Maar het is ook een plek van ontmoeten. Het is ook een plek van even adem kunnen halen. Het is ook een plek waar je met nieuwe technologieën, 3D-printen, allerlei dingen kunt ontdekken en kunt ervaren. Misschien straks wel met 3-dimensionale brillen op. En dat maakt dat we die liefde voor de taal, die liefde voor het boek, ook op heel veel andere manieren hier kunnen beleven. Is iedereen er klaar voor? Dan gaan we nu beginnen. Vandaag ben ik 50. Maar gisteren was ik 10. Ik neem je mee naar 1980. Ik woonde in Alphen. Er was weinig tot niets te doen. Maar in een gebouwtje naast winkelcentrum De Ridderhof was een deur. En als je die deur opende, kwam je in de bibliotheek. En elk verhaal was een uitvlucht. Je sloeg het open en steeg op. Ik wil mijn eigen verhaal. Ik wil weten, delen. Ik wil vervoerd worden en nooit aankomen. Voel je honger en kom je voeden met verhalen. Heden, verleden, taal in alle talen. Er is in overvloed, er is genoeg. Neem mij mee, boek. Er is genoeg. Oké, daar gaan we. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eigenlijk is het de plek waar je je thuis voelt, waar je mensen graag uitnodigt en je ook iets vertelt over wie je bent. Ik ben blij met het resultaat, maar wat ik vooral belangrijk vind is dat de mensen daar en daar en daar, de inwoners van Alphen, dat die blij zijn met het resultaat. Het is het gevoel van een huiskamer, een laagdrempelige plek waar je graag verblijft, waar je gratis naar binnen loopt, waar je kan ontmoeten, iets kan beleven, waar je dingen tegenkomt waar je misschien net niet naar op zoek was, maar waar je ook in aanraking komt met nieuwe mediatechnologieën of met erfgoed of met duurzaamheid. Ja, dat vind ik ook leuk, omdat het allemaal van die publieke functies zijn, zeg maar, wat bij elkaar komt inderdaad. En er zit ook een stuk leren in, zeg maar, wat ik ook wat me heel erg aanspreekt. Ja, het is ook een beetje een stapje naar de toekomst. Dan heb je die duurzaamheid in en hier, een beetje activiteiten. Niet alleen boeken, een beetje saaie oude versie van de bibliotheek, maar gewoon moderne nieuwe dingen. Je kan naar de markt, je kan naar de winkels, je kan je fietser veilig stallen. Dus zelfs als je niet eens lid bent van de bibliotheek, zou ik je uit willen nodigen om hier eens een keertje binnen te wandelen.